De affaire Duivendak begon zo'n 2 weken geleden met een voorpublicatie van zijn boek. Dat boek is nu klaar en wordt vandaag gepresenteerd in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. La, la, politiepet. Ja, la, 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 la. La, la, politiepet. La, 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 la. Wijnand, ik ben wel een beetje zenuwachtig voor dit interview. Nou, maak je geen zorgen. Zullen we elkaar eens een keer echt leren kennen, hè? Ja, mag je eerst even fouilleren dan? Ja, ga je gang. Hoe is het nou met je? Nou, eigenlijk best goed. Het is natuurlijk niet leuk om uit de Kamer weg te gaan. Aan de andere kant, dat schrijf ik ook in mijn boek. Je kan op 2 manieren voor het klimaat vechten. Eén is in de politiek, de andere is vanuit de maatschappij. Dat ga ik nu vanuit de maatschappij doen met het boek wat ik hier ga presenteren in mijn hand. Je hebt het nog wel redelijk lang volgehouden met wat je uiteindelijk op je kerfstok hebt in de Kamer. Nou, kijk, over wat ik in de jaren 80 heb gedaan, ben ik nooit geheimzinnig geweest. Daar heb ik al in 88, meer dan 20 jaar geleden, afstand van genomen. Topje van de ijsberg. Afstand van genomen, ben er nooit geheimzinnig over geweest. Dat was het topje van de ijsberg. En nu heb ik in het boek, en dat is voor het e-book, ik heb er altijd over gediscussieerd. In het boek heb ik daar wat systematische verantwoording over afgelegd. En gezegd waarom ik op een gegeven moment afstand heb genomen van geweld, van dit type illegale acties. En waarom ik heel erg bewust voor het parlement heb gekozen. Maar ik ben, dat is waar, de afgelopen weken hard geconfronteerd met dingen die ik wel, maar ook dingen die ik niet heb gedaan in de jaren 80. En we hebben het voor elkaar nu. Ja, jullie hebben voor elkaar dat ik even een stapje opzij heb gedaan. Jullie niet trouwens alleen, want ik heb denk ik überhaupt onderschat hoe in Nederland onbekend is wat er in de jaren 80 is gebeurd. Hoe onverwerkt het ook is. En wat voor storm dat gegeven heeft. Nou, ik ben eigenlijk heel erg blij met de maatschappelijke discussie die daarover gekomen is. Ik ben niet heel blij met alles wat jullie daarin gedaan hebben trouwens. Want ik moest vaak eraan denken als ik dingen van Geen Stijl zag. Dat ik dacht, dat deed ik nou 25 jaar geleden en daar heb ik gelukkig afstand van genomen. Maar goed. Geen van ons gaat de politiek in. En wij schrijven alleen. Ik spreek jou over 25 jaar en ik ben benieuwd wat voor verantwoording jij dan af moet leggen voor het feit dat je adressen publiceert en dat soort dingen meer. Nee, dat gebeurt niet. Nou, ga maar in de Telegraaf kijken wat jullie overnamen. Die 5 dagen voordat ze mij hard aanvielen op iets wat ik 23 jaar geleden had gedaan, zetten zij, en dat namen jullie over mijn adres, op de site en in de krant. Dus dat zijn methodes die ik heel lang heb afgezworen, maar die jullie nog doen. Maar ik ben benieuwd wanneer jullie daar weer op aangevallen worden. Daar zit je op te wachten. Nee, ik kijk daar met verlangen, met veel belangstelling naar uit. Nee jongens, veel succes. Nu ben je weg, wat ga je nou doen? Want er zit een hoop wachtgeld, staat er klaar voor jou. Ja, nou, dat boek gaat volgens mij ook goed verkopen. Dus door ons, hè? Goede promotie. Ja, precies. Het levert ook allemaal weer geld. Nee, dat wachtgeld, dat zal niet lang duren. Ik ga natuurlijk nu maatschappelijk aan de gang. Om te proberen dat we met elkaar dat hele grote klimaatprobleem op gaan lossen. En daar zal ik een baantje bij zoeken. Dus jij levert het in? Of je houdt het wel? Ja, nou, misschien even een paar maanden, maar dan lever ik het natuurlijk gewoon in. Gebeurde er nou? Jij werd door de politie gefouilleerd? Als je het niet erg vindt, geef ik Geen Stijl, geen woord. Doeg, weet je, boze kraak het. Is het zo? Ja. Een vriendje. Ik kan het voor mij op teams krijgen. Weet je dat tot slot dat in de krakerswereld je ook niet meer echt lekker ligt? Dus je raakt een beetje dan overal je vriendjes kwijt. Ja, ik ben echt heel blij met de politieke discussie die gevoerd wordt over hoe ver kan je gaan met actie voeren. Ik merk dat ook met een hoop mensen met wie ik inderdaad in het verleden actie heb gevoerd. Die ik trouwens al vaak heel lang niet meer gezien had en die nu ook weer van alles vinden. Maar ook met hun, je hoort ook sommige mensen bijvoorbeeld zeggen, nou die brandstichtingen van RARA waren zo gek nog niet. Nou, met hun ga ik heel graag discussiëren over het feit dat dus hele onverstandige en slechte acties zijn geweest. Het is goed dat je bent opgestapt, maar het is ook goed dat je ons hier te woord staat. Ja, nou misschien nog een volgende keer. Dankjewel. Okay. Alles kan gebeuren. Ik maak me even schoon en dan gaan we rustig verder. Ja. Ik ga even met Hans overleggen.
Zojuist heeft iemand een taart in het gezicht geduwd van Duivendak. Waar hebben we dat toch eerder gezien? Maar inmiddels heeft hij zijn gezicht schoongemaakt en staat hij gewoon weer te praten. Ik zeg, ik ga heel graag met iedereen de discussie daarover aan. De mensen uit die tijd, maar ook de mensen die nu misschien de neiging hebben dit soort acties te doen. Ook degene die mij net taartte. Ik zou zeggen, laten we snel met elkaar in debat gaan. In publiek debat. In ik vind, we moeten met iedereen in debat. Als ik me ergens op verheugd heb, dan is het wel op jouw komst. Echt waar? Mm-hmm. Maar even geen grappen nu, want dit is niet leuk wat hier gebeurt. Nee, dat is wat geweld doet. Hè? En ik neem aan dat jullie daar net zo hard over oordelen als jullie terecht oordelen over linksgeweld. Schrok jij? Ja. Ja. Dus kon je goed zien wat er gebeurde? Hij viel ook, geloof ik, hè? Ja, hij ging plat. Dus ik ben nog naar voren gedrongen om te kijken of het goed ging. Maar hebben we dit eerder gezien, hè? Ja, precies. Dat was mijn eerste gedachte ook. En ik geloof dat wij toen dat ook heel hard veroordeeld hebben. Nu dan even terug nog naar de situatie, want daar moeten we het ook over hebben. Hoe heb jij die periode beleefd? God zeg, wordt dit een gevoelig diepte-interview of zo? Volgens mij heb je daar echt de aanleg niet voor. Stel nou maar gewoon... Gelijk weer katten, gelijk weer katten. Nou, vertel eens, hoe heb jij dit beleefd, lieve Femke? Ben jij overgestapt naar de libellen of moet je dit van je nieuwe werkgever de Telegraaf zo doen? Nee, maar ik heb altijd wel het gevoel dat er iets klikt tussen ons. Dus het is meer een soort van, ja, een beetje toch... Van? Nou ja, toch van mijn lieve Femke een beetje, toch? Nou ja, Rutger, ik zou zeggen, maak je geen illusies. Wat gebeurde er nou? Nou, er rende iemand op af met een taart. Hoe was dat? Schrok je? Nee, ik schrok niet. Ik zag meteen dat het een taart was. Maar ik vind het heel erg. Geweld tegen personen heb ik mijn hele leven afgekeurd. Keur ik nog steeds af. Lopen hier wat mensen ook in de zaal. Eigenlijk hing er al een soort van spanning voordat het gebeurde. Ik had al het gevoel dat er gaat hier iets gebeuren. Nou, ik niet. Ik bedoel, er is ook veel enthousiasme en veel steun voor mij. Wat was het voor taart eigenlijk? Nou, hij was smakeloos. Niks van geproefd? Nou, ik vond hem smakeloos. Ik dacht ik moet proeven of het slagroom of mokka is, maar hij was smakeloos zoals die actie ook smakeloos was. Nog even dan over jou, want heb jij nog iets uitgehaald in die tijd? Op mijn kerfstok. Nou, in 85 was ik 19 en lagen mijn interesses elders. Ja, dat hebben wij ook iets. We hebben een beetje zitten zoeken en dat was vooral op de kamers van andere jongens. En dat ga je zeker publiceren in het algemeen belang. Ik vraag het jou gewoon in alle openheid. Kijk, je hebt daar volstrekt gelijk in, want daar heb ik niets over te verbergen. Ik heb veel uitgehaald op de kamers van andere jongens. La, 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 la.